Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze coronasprookjes. Ja, normaal gaan we live, maar ja, dat lukt nu niet. En ja, je weet dat de sprookjes, normaal wordt dat voorgelezen als je klein bent. Maar dan stopt dat als je opgroeit. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes. Speciaal voor grote mensen. En dames en heren, ik heb een gast vandaag. Een hele goede vriend, een hele goede foute vriend. Niemand minder dan Gein Le Bleu. Hey. Dat applaus voor Gein. Kent je dat nog, applaus? Hè? Het is al zo lang geleden. Heel lang geleden, ja. Ik krijg er zelfs een kleine erectie van. Lekker, Begijn. Dank u wel voor deze informatie. Begijn, ik heb een titel gekregen. En het is een titel die eigenlijk van mijn zus komt. En het is de enige titel die ik heb gekregen waar dat iets met vogels is. En ik weet dat jij uw vogelpodcast tweet. Dus ik dacht, ja, deze met de vogel is speciaal voor Begijn. En de titel is, er was eens de vogel van Johnny, die hij niet meer in de hand kon houden. Dus dat wordt een titel. Begijn, hier gaan we dan. Er was eens een vogel van de Johnny. Een vogel die hij niet meer in de hand kon houden. Ook al dacht hij in het begin, toen hij die vogel had, dat het de liefste vogel was die hij ooit had gehad. Want hij had er heel vele vogels. Hij had vele vogels. Kleine, grote, middelgrote. Ook verschillende kleuren. Maar die ene vogel was toch wel de vogel waarvan hij dacht, dit is de zachtaardigste vogel ever. Omdat die vogel ook gewoon een unieke vogel was. Er waren niet veel van die vogels niet meer over in de wereld. Het was een kruising tussen een nachtegaal en een papegaai. Sommige mensen noemden dat een papegaal, sommigen zeiden een nachtegaai. Hij kon praten en fluiten tegelijkertijd. Het was een onwaarschijnlijk mooie groenrode vogel. Maar wat die vogel natuurlijk niet wist, was dat de Johnny soms last had van stemmen in zijn hoofd. En door de combinatie van de papegaal zorgde dat bij hem voor bijsterende vonken in zijn kop. Hij sliep er 's nachts niet meer van, want die papegaai, nachtegaalachtige, die enerveerde hem binnen de kortste keren onwaarschijnlijk. Wat ging er gebeuren met die vogel die na zoveel pogingen bij verschillende eigenaars nu eindelijk bij een lieve meneer de Johnny was gekomen? Maar dit bleek ook niet tot een goed einde te geraken. De vogel had ook een naam. De vogel heette Fweet Fweet, zoals een populaire podcast ook wel eens genoemd wordt. En Fweet Fweet die babbelde heel de nacht door, zodanig dat een Johnny constant stemmen bleef horen. Hij wist niet meer welke stemmen er van binnen kwamen en van buiten kwamen. En hij kon de vogel niet meer in de hand houden. Hij zei ook tegen de vogel, Fweet Fweet, houd nou gewoon eens een seconde uw bakkes. Maar Fweet Fweet zei ook van, ja, ik ben de pap. Of een nachtegaai, wat ik ook wil. Als ik wil babbelen, dan babbel ik. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Ik blijf babbelen. Dus zelfs als een Johnny zijn ogen dicht deed, bleef de nachtegaal, nee, de nachtegaai, de Fweet Fweet, bleef die babbelen. het ergste van al was, trouwens, want dit is nog niet het summum van het drama, maar dat de stem van de vogel enorm leek op de stem van zijn vrouw. Waardoor hij 's nachts op een gegeven ogenblik dacht dat zijn vrouw hem zodanig aan het enerveren was dat hij zijn vrouw had geslagen. En terwijl hij aan het slagen was, bleef hij die stem maar horen. Hey, stop eens met dat gebabbel, stop eens met dat gebabbel. Hey. Maar hij had toen nog niet door dat dat zijn vogel was en niet zijn vrouw. Dit leidde natuurlijk tot ongelooflijke dramatische conflicten binnen het huishouden van de Johnny. En op een dag, toen hem eindelijk een keer alleen zat, het enige plekje waar dat hem alleen kon zitten, inderdaad, het toilet. Hij had de deur dicht en hij wist, ik moet hier iets aan doen. Ofwel moeten de stemmen in mijn hoofd stoppen, ofwel moet de Fweet Fweet stoppen, ofwel moet mijn vrouw stoppen. Ofwel moet alles stoppen. En Johnny besloot om er iets aan te doen. Ja. Hij nam een touw, hing het op aan een
nam een touw, nam een haak, moest eerst nog zijn boor gaan halen, want er was geen haak aan het plafond. Hij boorde een groot gat en wilde de haak erin wijzen, maar dat ging niet, want hij had geen pluggen. Hij had geen pluggen van 8 niet meer. Dus moest hij eerst nog naar de hubo, die gelukkig open was. Ja, want met het coronavirus waren die weer opengezet. Maar hij stond toen in een hele lange rij. Ook al wilde hij veel sneller een oplossing voor zijn probleem. Maar die pluggen waren er niet. Dus hij stond in de rij. Toen opeens... hij de stem hoorde van de Fweet Fweet. De Fweet Fweet was hem gevolgd tot een hubo en kwam op zijn schouder zitten. En zei van... hey, Johnny, zeg, Johnny... ga jij je echt ophangen? Denk jij dat ophangen echt de oplossing is tot uw probleem? Johnny, ik ben uw probleem niet. Uw vrouw is uw probleem. Ik ben een vriend. Uw vrouw klaagt alleen maar met dezelfde stem. Ik kan ook leuke dingen vertellen. Johnny, you're the best. Johnny, you're the best. Johnny, you're amazing. Johnny, you're the best. En op dat moment besefte Johnny dat Fweet Fweet misschien wel zijn sterkste metgezel kon zijn in de rest van het leven. En dat zijn vrouw het grootste probleem was. Maar toen werd hij op de schouder getikt in de rij naar de hubo. En die schouder... laat ik maar verder gaan. Die schouder antwoordde... Dit wordt absurd. Die schouder antwoordde: hey, wat moet jij van mij? En dan Johnny wist het niet meer. Nu had hij ook nog eens een pratende schouder. En Johnny keek rond en zag dat alles begon te praten. Niet de kassier van een hubo, maar de kassa van een hubo begon te praten. De winkelkar begon te praten. En Johnny wist van: oké. Dit zijn echt wel duidelijk te veel stemmen. Er moeten er een paar snuffelen. Ja. Dit probleem, dacht Johnny, ligt niet bij mij. Het probleem ligt bij de mensen en de dingen rondom mij. Ik moet hier dringend iets aan doen. Hij bestelde razendsnel, toen hij een uur lang had gewacht in de rij van een hubo, 1000 pluggen van diameter 8. Liep terug naar huis... stak de plug erin, nam de vijs en gelukkig paste ze, want je hebt soms vijzen met draad van 6, maar dit was wel degelijk 8. Draaide hem erin, maakte het touw vast aan de haak, spande de lus heel goed, mat nog eens uit of dat ze goed paste enzovoort. En dan stond hij daar te twijfelen. Ging hij voor eens en voor altijd alle stemmen doen... zwijgen door zichzelf het leven te benemen? Of ging hij alle stemmen in de lus hangen en één per één uitschakelen? Het een was meer werk dan het andere. En toen hoorde hij plotseling nog een stem. En die stem die zei... Johnny, vergeet mij niet. En dat was de stem... van zijn mama. Zijn mama, die samen met zijn papa ergens ver weg woonde in Beervelden. En opeens realiseerde hij zich: ik heb tijdens de coronacrisis nog niet aan het venster gezwaaid bij mijn mama en mijn papa. Hij liet de lus los. Wat een alliteratie. Hij liet de lus los. Sprong op zijn paard. En reed in volle draf naar Beervelden. En hij kwam daar aangekomen. Liep hij naar het huis van zijn ouders. Hij keek binnen en hij zag zijn moeder en zijn vader zitten. Maar het vreemde was... het hoofd van zijn moeder en zijn vader waren allebei het hoofd... van Fweet Fweet, maar dan heel groot. De hoofden draaiden zich om naar hem en zeiden: Johnny, 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 het is tijd. En Johnny wist dat het tijd was. Hij zocht een boom,
hing er een touw rond, legde een touw rond zijn nek en nam afscheid van deze wereld. Dames en heren, wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je stemmen hoort die dat onaangenaam zijn, kun je eigenlijk beter pluggen kopen voor in je oren dan pluggen voor in de muur. Zo simpel is het. Slaap lekker.